Dit hier is de nieuwe Mazda CX-80 en dit zijn de 5 dingen die je daarover moet onthouden. ...25 centimeter om precies te zijn. En die centimeters die zitten allemaal hier, tussen de wielen, want de wielbasis is ook met 25 centimeter gerekt. Wat nog? Hij is 2,4 centimeter hoger. En dat is allemaal vergeleken met de CX-60, want daar deelt deze CX-80 ook zijn technische basis mee. Je zou dat voor een stuk ook kunnen zeggen over hun design. Want, op wat accenten na, is het vanaf hier tot aan de A-stijl eigenlijk hetzelfde. Uiteraard, daarvoor moet je, hè, mag je al bijna blind zijn, is er in profiel een serieus verschil. Met vooral hier de nodige accentwijzigingen. Deze knik is in de CX-80 wat eleganter uitgevoerd. En de dakrails, dat heeft een CX-60 niet. Stel nu dat de CX-80 je al voorbij is en dat je het nog altijd niet goed weet, wat is het nu precies? Kijk dan eens achteraan. De lichtblokken zijn daar wat langer. En vooral, een CX-60 heeft uitlaateinden, zichtbaar. Bij een CX-80 is dat niet het geval. Daar zitten ze altijd verwerkt achter de bumper. Los van die gelijkenissen of verschillen, de CX-80 is sowieso een hele grote jongen. Net geen 5 meter in de lengte, 1,9 meter in de breedte en 1,7 meter in de hoogte. Dat zijn cijfers die je kan vergelijken met een BMW X5 of een Audi Q8 bijvoorbeeld. En voor zij die het zouden willen weten, dit hier, dit is Artisan Red. En dat is een van de 2 nieuwe kleuren die samen met de CX-80 worden gelanceerd. Ja, natuurlijk zorgen die extra centimeters en dan zeker die van de wielbasis voor meer ruimte voor je schouders, voor je heupen, voor je benen. Achterin zitten, dat ga je echt wel gevoeld hebben. Het verschil tussen de CX-80 en de CX-60. Over achterin zitten gesproken trouwens. De CX-80 die krijgt namelijk altijd recht op 2 kofferzetels. Voor kinderen of Japanse volwassenen, want volgens Mazda zijn ze comfortabel tot 1,70 meter. Checken. Goh, savan nog, met mijn 1,81 meter. Voor het hoofd voldoende plaats, maar de benen is wel krap. Nu, uit- en instappen is wel redelijk gemakkelijk. Ten eerste door de hele grote deuropening, ook door de in één klik weg te schuiven stoel en door de greep die Mazda heeft voorzien. Staan de zetels recht, dan schiet er 251 liter aan kofferruimte open. Terug plat 687 en gaat alles neer. Dan kan je er zelfs 1971 liter in krijgen in de CX-80. Nog handig, stopcontact. Toch als je de plug-in hybride hebt, kan je tot 1500 watt uithalen. Ja, met de CX-80 wil Mazda vooral inzetten op meer luxe en meer comfort. En ja, dan een simpele driezitsbank schiet ook niet veel mee op. Dus kan je in de CX-80 opteren voor 2 captain chairs. Al dan niet met een console in het midden. En hier van achter, ja, verder kan uiteraard je temperatuur regelen. Je kan de zetels verwarmen en ventileren. En dat is nog niet alles. Uiteraard word je ook als chauffeur danig in de watten gelegd met een hoop luxe zoals ja, nappa leder, mooie afwerking van het dashboard. Maar er is ook technologisch comfort. De meeste daarvan kennen we uiteraard al uit de CX-60. Maar er zijn toch nog een aantal dingen die specifiek zijn voor deze CX-80. Om te beginnen, Alexa zit verwerkt vanaf nu. Kijk, ze luistert al. Alexa zit verwerkt in het Mazda Connect. Werkt wel alleen maar als je Engels, Spaans, Italiaans, Frans of Duits spreekt. Wat wel voor iedereen geldt, is het vernieuwde, en nu moeten vooral de Johnny's goed luisteren, het vernieuwde Mazda Harmonic Acoustic Systeem. Het geluidssysteem krijgt namelijk grotere woofers van achter voor meer. Ja, zelfde technische basis. Dan hoeft het niet te verwonderen dat ook de motoren dezelfde zijn. Net als de CX-60 kan je de CX-80 dus krijgen als plug-in hybride en als diesel. Voor de PHEV krijg je dan 327 pk en 500 Nm. De diesel die doet het met een ook niet onaardige 254 pk en 550 Nm. De CX-80 belooft ook even dynamisch te rijden en door zijn langere wielbasis zou hij zelfs stabieler moeten zijn.
Maar goed, dat is iets dat we pas kunnen zeggen als we er ook effectief zelf mee gereden hebben. En dat is voor na de zomer.